De zomer komt eraan en je wilt weer lekker genieten van je tuin, maar je wilt natuurlijk wel dat alles een beetje netjes uitziet. Nou, hoe je dat op de makkelijkste manier kan doen, dat ga ik Henk Mansier uitleggen en hij is van Mansier Tuinmachines. Henk, hoe belangrijk is een tuin nou voor de meeste mensen? Voor mij is die bijvoorbeeld heel belangrijk. Ja, nou ja, voor de meeste mensen is hij gewoon heel belangrijk tegenwoordig. En mensen willen daarom een stukje gemak in de tuin hebben om hem toch ook te kunnen onderhouden. Wat zijn de ontwikkelingen eigenlijk op het gebied van tuingereedschap? Nou ja, de belangrijkste ontwikkeling tegenwoordig is dat heel veel gemotoriseerd gereedschap op accu overgaat. Dus moet je denken aan heggenscharen, bosmaaiers, bladblazers, kettingzagen. En wat is eigenlijk het voordeel van een accu-gereedschap ten opzichte van motorgereedschap? Nou, het maakt natuurlijk eigenlijk geen herrie. Een stuk rustiger. Starten gaat natuurlijk druk op de knop en het draait. Geen uitlaatgassen komen eruit, dus het is beter voor het milieu. En natuurlijk, er gaat geen brandstof in, dus er gaat voor een paar centen aan stroom in en dat is natuurlijk een besparing. Wat gebruiken de meeste mensen in de tuin? Nou, veel wordt gebruikt de heggenschaar, de bladblazer, de kettingzaag en de grasmaaier. Grasmaaien doen we met een handmaaier, tot zitmaaier, maar tegenwoordig ook heel veel met een robotmaaier. Wat doet zo'n robotmaaier? Dat is eentje die je gewoon losse tuinen stuurt? Nou ja, die is iets begeleiding nodig natuurlijk in het begin, maar als het eenmaal geïnstalleerd is, dan doet hij het helemaal uit zichzelf. Kan ik er eentje in real life zien? Nou, loop maar mee. Ja? We gaan kijken naar een robotmaaier. Dit is dan de robotmaaier op zijn laatste station. Dit is eigenlijk een soort van basisstation waar hij elke keer terugkeert? Ja, hier keert hij op terug. Hier, staat hij ook, hier verblijft hij ook als hij niet mag maaien. En zo houdt hij dus binnen de tijd dus dat hij mag maaien, verlaat hij het laatste station en rijdt hij naar de plek toe waar hij mag maaien. Oké. Ja, moeten we wachten tot het gras gegroeid is of kun je hem een zetje geven dat hij... Nee, ik zeg, laat hem nou direct even maaien.